En hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe episode van Armarn. Hallo. Ik ben hier, somewhere around fair. En ik doe dat eventjes, zodat ik later zelf dit kan terugvinden, mocht ik dit vergeten. En ik ben hier momenteel ergens met mijn map dingetje. En ik heb het eigenlijk volledig klaar. Alleen, zoals jullie misschien kunnen zien, het is een beetje dirt. En daarvoor nam ik 4 gras bij me mee. Maar allereerst, ik wil de map updaten. Ik heb het nog niet gedaan, dus ik wil het even kijken. Dus we doen dit zo. Wauw, dat ging instant. Ik had verwacht dat het langzamer ging. Dat is jammer. Oké, okay, there you go. Dit is nu mijn green screen. Het is een bruin scherm. Wat ik wil gaan doen is gewoon een leuk timelapse. Ik heb trouwens hier heel... Zie je dat op de map? Perfect, nee. Gelukkig maar. Ik heb hier allemaal torches moeten plaatsen. Helaas maar waar. Want, hoe zullen we dit zeggen? Hoe leg ik dit goed uit? Ik kom hier op het woord. Ik moest even nadenken. Het sneeuw wat hier komt door de biome, ik kan het laten zien. Dat is Extreme Hills. Dat brengt net aan dat hier overal sneeuw kan komen. En sommige randjes werken een beetje raar. Dan zegt hij al dat het river is en dan werkt het nog steeds. Dus ik heb hier een beetje in een grid formaat torches lopen plaatsen. En voor mij is dit alle plek waar sneeuw kwam. Niet 100% zeker. Ik kan me nog herinneren dat ik vorige episode zei dat ik een stukje verderop ging bouwen. Zodat ik geen last had van de sneeuw. Maar hey. Ik moet eventjes wachten tot het donker wordt. Wat ik ga doen namelijk is een leuk timelapse dingetje. Dus ik wacht even tot het donker is. Hoewel, dan moet ik deze hoek als laatste gaan doen. Zit ik nu te bedenken. Oké, wordt een stukje lopen. Het waren veel blokjes. Ik ben gelukkig geholpen door een beetje van kaas. De geweldige kaas. Robin. Ooit ga ik zijn naam onthouden. Maar vind het niet erg. Hij vindt het leuk dat iemand hem kaas noemt. Dus sure. Ik ga hier dus. Ik wil zeg maar de 4 hoeken gelijk starten. En dan zet ik even de timelapse aan. En dan kunnen jullie daarvan genieten. Over timelapse gesproken. Oeps. Oké. Zoals jullie weten maak ik het MKT is dat voor mij. Hoppakee. Ik heb geen dirt meer. Echt gewoon nul. Ik heb hieronder hebben we. Aan de andere kant. Hebben we best wel veel dirt lopen weghalen. Ik dacht dat ik veel had. Ik had 4 dubbel. Oeh. Oké. Okay. Dat is een derp van Tim. Ik heb geen silk touch. Ik heb 4 June. Oké. Okay, 1 hoek krijgt het niet. En dan haal ik het weg met mijn snelle. Oké. Okay, whatever. ik moet snel zijn. 1 hoek maar niet. Whatever. Dat kan ook leuk zijn. Zo. Dus, waarschijnlijk ga ik het 64 keer versnellen omdat er geen reet aan is om te zien. Maar, there you go, daar is het hoekje waar ik alles heb weggehaald. En er zijn nog een paar andere plekjes hieronder. En ik heb mijn hele speedmine, heb ik dirt vrijgemaakt. En het gaat nog een tijdje duren voordat ik dirt krijg weer. Laten we het daarop houden. Dus, het moment van de waarheid. Even kijken. Daar. Ik moet hem al tabben. Dat is de truc. Hoppakee. En dan we starten. Zo. Dus even kijken. Kun je mij nog zien? Ja, je kan mij zien. Wat leuk. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Het dirt. Nu ik over nadenk. Oké. Okay. Ik ga dus nog even een dirt blokje halen. En dan zeg ik enjoy the... Auw. De... Hoe noem je dit? De speed. De fast forward. Zo. Bye bye.
En hallo allemaal. En ja, dat was het laatste stukje. Hier is het grasstuk. Ik zal even de muziek uitzetten. Het was het NOS introotje. Ik weet niet wat ik ga doen. Maar het greenscreen is af. Het heeft heel veel werk gekost. Het is ruim 4 uur geweest dat ik het gras heb laten groeien. Tuurlijk, ik had torches kunnen plaatsen en noem allemaal maar op. Maar hey, het werkt. En de enige reden waarom er torches stonden op sommige plekken was omdat er sneeuw was. Maar je kan torches toch niet zien op de map, dus I don't really care. Het enige wat ik nog wou gaan doen... Zo. 4 om 4, ja. Is er een torch achter zetten? Volgens mij kun je item frames op torches plaatsen. Not sure though. Hoppakee. Dus 1 coal, 1 D. Hoppakee. Eens even kijken of dit werkt. Doe er even. Dat is test bij 1. Niet. Oké, dan moet ik eventjes een axe pakken. Ik heb hout. Ik heb heel veel axes thuis. Het is echt heel vervelend dat ik hier zit. IJzer. Oké, ijzervorm. Ik vraag me af of je een item frame. Of je de check doet of er iets achter staat. En dan maak ik gewoon jack-o'-lanterns van. Niet dat ik dat erg vind. Misschien dat ik dat doe. Nu ik erover nadenk. Hoppakee. 1, 2, 3. Ik heb zo zin om het nieuws te doen. Maar aan de andere kant wil ik eventjes wachten. Tot mijn microfoon komt. Dat het echt gewoon veel betere geluidskwaliteit is. Want ik wil... Ja, ik wil wel professioneel het nieuws gaan doen. Weet je? Ik bedoel... Niet iedereen in Iron doet hier het nieuws. Eigenlijk kan iedereen het doen. Maar, weet je? Ik wil het speciaal doen. Ik wil het speciaal houden. Ik wil er wat meer energie in stoppen dan dat ik normaal doe qua editing skills. Sterker nog, ik heb... Een vriend van me gevraagd of hij Camtasia zelfs voor me gaat regelen. Hij zit bij een editingsbedrijf, loopt die stage. En hij zei ooit tegen mij, althans, van hey Tim, wil je dat regelen? Ik denk van me, ik doe maar. Werkt dit? Ah, oké. Jack-o'-lanterns. Hij zei van hey Tim, misschien dat ik iets voor je kan regelen. En ze van, ik heb het niet nodig. En nu zo zijn we 300 uur verder qua stage. Nee, 400 alweer bijna. 400 uur in stage. Damn. En misschien dat hij het nog steeds kan regelen. Ik weet niet. Ik ga het nog even aan hem vragen. 2, 3, 4. Ik heb er echt zo zin in. I'm hyped. Weet je waar ik nog meer hyped om ben? De nieuwe adventure film. Ik heb alleen niemand om naar te kijken. Ik wil niet alleen naar de bios, weet je. Dat is zo lame. Maar. Moet eventjes kijken of ik iemand kan fixen voor de film. Ik heb echt zin om de adventure film te gaan kijken. Ja. Eens even kijken. Jou. Jou een kwartslag, jou 2 kwart, jou 3 kwart. Gaat dat goed met de sneeuw, vraag ik me af. Want het ziet er wel beter uit en het is makkelijker voor mij te editen. Ik bedoel, dit witte lijntje, dat krijg ik er niet uit. Dat is onmogelijk. Dat is hoe maps werken. Het grappige is trouwens dat ik... Oké, nee. Dat het ene lijntje lichter is. Ik snap het niet. Waarom dat zo is. Heb ik dat fout gedaan? Of is dat... Ik durf het niet te zeggen. Ach ja. Misschien dat ik dat fout heb gedaan. Want ik heb dit... Ik wou zeg maar de map epic laten laden. In allemaal van die lijntjes die je normaal ziet bij maps. Alleen dat deed hij niet. Hij was gewoon in één keer klaar. Dat was jammer. En ik weet dat hij het nog... Ik heb het wel goed gedaan, want hij pakte hem niet in één keer. De linkerbovenhoek, maar... Nee. Oké. Dit werkt. Pakt hij... Dat is... Grappig. Dat hij de zijkant... Oké. Maar, voor nu zeg ik bedankt voor het kijken naar deze episode. Sorry dat het alleen maar eigenlijk Gras Simulator 2015... Oh, dat ga ik in editing doen. Dat we Gras Simulator 2015 gaan doen. Maar, I'm so genius. But such a dick. Dus, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Op jullie mooie zondag 19 april. Ik moet even een prank gaan bedenken op 10 mei. Ik wil hem echt gewoon goed gaan pranken. Gewoon voor zijn verjaardag.
Hij zei namelijk toen ik bij Armin kwam, dat is alweer bijna een half jaar geleden. Toen zei ik van ja, wanneer zijn we jarig? En zijn we bijna op de, we zijn zeg maar 1 dag na elkaar jarig. Is wel leuk om te weten. En ja, toen zei ik van ah, dan kunnen we wat leuks gaan doen. En toen zei hij, nee, waarschijnlijk is de map dan gereset. En hij wou het niet, maar we waren er beide bang voor. En zoals het er nu uitziet, Jordi, don't do it. Hebben we zeg maar deze map houden we nog een tijdje. Ik hoop het ook, want ik vind het leuk. Ik bedoel, eindelijk weer activiteit en mensen worden wat actiever. Ja, nu eventjes niet, het is GTA-hype-periode, maar het komt langzaamaan. Ook nog, ik zag vandaag Quinn. Dat is ook echt. Van alle Iron Miners is hij een van de weinigen die je nooit ziet. Maar ach, oeh, Iron Golem. Dus voor nu zeg ik bedankt voor het kijken naar deze episode. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Wow, voice crack. Richt je arrow. Oh ja, ik heb wel wat leuks te vertellen. Ik kijk sinds kort kijk ik series. Ik vind, weet je, ik heb me altijd proberen buiten te houden, omdat het zeg maar best wel veel tijd kost. Maar ben ik gestart met dat ik ben Marvel, best wel een grote Marvel fan. Ben ik gestart met Agents of Shield. Seizoen 1. Ik hoorde ook al dat het een seizoen 2 was, dus voordat jullie dat vragen. Seizoen 1. En weten jullie misschien nog een andere leuke serie die ik ga kijken? Want ik ga er best wel hard doorheen. Ben nu al. Ik heb 1 dag. Heb ik eventjes een marathonnetje gehouden. Dus ja, ik zit al op episode 10. Het is dag 2 though. Maar ik zeg het voor nu. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei! Of hebben jullie nog goede andere series? Dat ook vragen. Ik was het alweer kwijt. Hebben jullie nog andere series? Dan zeg ik doei doei!